We hebben opnieuw 7 groepjes nodig. Dat wil zeggen dat er weer dezelfde kinderen van daarnet alleen gooien en dezelfde kinderen van daarnet met z'n tweeën gooien, maar deze keer met 2 dobbelstenen. En jullie gooien deze keer 36 keer. En je durft na elke worp, wat jullie totaal was, dat je gegooid had. Als er dus een 5 en een 6 gegooid worden, zet je een streepje bij 11. Heb je alles gedurfd na dus 36 keer gegooid te hebben, dan schrijf je de totalen in cijfers in de laatste rij en je controleert weer door deze ook op te tellen. Succes!